uit, weet ik niet. Julia schijnt al planken klaar te hebben liggen. Ja, top. Ja, daarheen dacht al. Want denk, anders kunnen we misschien als we nog niet klaar zijn met de karretje. Dan hoeven ze niet verder tillen. Ja. Maar als hij op de neefspoor komt, is dat niet handig. Warm. Ja, begrepen jullie, ja. Ik loop via het schouwpad van het nevenspoor jullie kant op. Communicatie mag tussen jou en Richard plaatsvinden, over. Ja, trein is nu aanrijdend, over. Julia voor Jelle. Geef bericht. De trein die staat er, de brug is ook geplaatst. Kunnen we alvast beginnen met evacueren? Ik ga hier samen met trainen. Ja, als alles goed geplaatst is, hebben jullie toestemming om de evacuatie te starten. Ik hoor graag als deze is afgerond. Ik ben er bijna. Ja, dat is ontvangen. Dan gaan wij nu beginnen met evacueren. Leo, bericht meegekregen. Evacueer, verstand. Bericht over. Julia? Ja, geef weg. Loopt er iemand van VNS of de conducteur de trein leeg? Want ik zie achterin nog mensen zitten. Ja, ze zijn nu bezig de trein leeg aan het halen, VNS. Dus ze lopen nu helemaal door naar achteren om iedereen eruit te halen. Toppie. Hey, Ries. Okay. Samen met Nigel? Ja, ik was op het pak wilde duwen. Oké, okay, wil jij dan samen met Nigel? Het is vanaf hier tot het vierde portaal bij het kilometreringsbordje. Daar. Vooral dit eerste stuk, dus ik zeg denk gewoon zo'n mobiele unit inzetten. En dan misschien kunnen we vanaf die kant beginnen met de mobiele unit. En ja. Ik denk dat het voor de vrachtwagen net te kort is. Ja, net te ver bedoel ik. Jullie mogen van mij vast uit jullie bus eventueel de spullen klaarleggen. Ja, pak wat je al kan pakken. En, ja, en dat vullen we straks alweer aan met de vrachtwagen. Ja, dan pakken we even spulletjes wat jouw bus zat is bij toch? Ik zou wel voorzichtig even wachten met aantrekken nog. Ja, dat is erg warm. Ja, ik weet in ieder geval dat dit er wel is uitgaan. Als de vrachtwagen er is, wil ik eigenlijk zo snel mogelijk starten. Ja. 14.50, ja. 15.50. Ja, ik had Wilfred belde mij al ja, over de buitenhoos. Ik zeg ja, wij staan op 15.33. Jelle! Vraag waar is ze? Ja. Kom ik klaar? Ik kom tijd binnen. Dat was mijn idee. Mobiele unit nevenspoor door en het vierde betaal terugwerken. En jij met die andere? En Julia gaat dan met de vaste unit deze kant op werken. Ja. Pakken we weer wat tijd terug. Ik denk dat die zo mooi is, Chris. En dan aan het begin, help ik met Julia en dan de vraag of Mark wil helpen. Ja, geef ik hem zo. Thank you.
Gaat ie? Ja. Gaan we zwaarder dan dat dag. Dag even dag, dag man. Je weet hoe je moet starten? Ja. Nee? Ja. Heb je ook een spuitlans? Ja. Wil je even naar beneden duwen? Maar kom maar, wacht eens. Kan ik al beginnen? Jij mag beginnen, ja. 3, 2, 1. Zit hij niet? Nee, hij zit niet in het spoor. Hebben we hier een andere spoorafstand of zo? Nee. Hij kan nog eerst naar rechts. De DPG zat over 25 minuten. Nigel! De DPG zat over 25 minuten, dan moeten we eruit zijn. Oké, dan rijden we gauw die spullen erin. Nee. Denk ik dat we aan de grote weg gaan evalueren op dat fietspad, Kees? Ja, is goed. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Incidentbestrijders. Hier kan je onze vorige video vinden. Hier staat onze afspeellijst met nog meer afleveringen. Uiteraard kan je je abonneren. En geef even een duim als je het leuk vond. Tot de volgende keer.